Welkom bij dit spannende Eureka-moment. Kijk, het ei van Columbus, maar hoe blijft dat ei nou staan? Nou goed, daar kom ik later op terug. Het Eureka-moment was namelijk het gebruiken, maken van stickers op je ukulele. En de kleuren die ik gebruik zijn ook op de boomwerkers te vinden. En ik zal je gelijk de hals van mijn ukulele laten zien. Kijk, daar heb ik ze geplakt. En als eerste wat ik zou aanleren is de C. Heb ik hier op het derde vakje onderste snaar, de eerste snaar, de C geplakt. Kan mijn ringvinger zetten en heb ik de C. En deze twee, de F, dat zijn de groene stickers. Die zitten dus op het tweede vakje bovenste snaar, vierde snaar. En eerste vakje, tweede snaar van onder. En de middelste, deze die ertussen zit, die blijft open. En als ik mijn wijsvinger eraf haal, heb ik ook gelijk het A-mineur. Kijk, maar ik ga niet allemaal stickers plakken voor elk akkoord. Ik beperk me tot deze kleuren. En de laatste is het G-akkoord. Dus daar heb ik op de eerste snaar, de onderste snaar, tweede vakje. En op de tweede snaar van boven ook een blauwe sticker gedaan. En op de tweede snaar van onder heb ik nog op de derde fret ook een sticker. En dat is het G-akkoord. Nou, aan de achterkant, want je ziet mijn duim hier. Aan de achterkant is het nog handig om een sticker te plakken. Zo rond de tweede fret. Hier, rond de tweede fret aan de achterkant. Zo. Waar je duim houdt. Ja, dan heb je kracht zo. Dat je duim achter de hals. Soms komt die als ervoor. Of dat je je pols een beetje moet buigen. Zodat je het akkoord wat makkelijk kan pakken. Dus daar komt dan een sticker voor de duim. Nou, je hoorde me al een beetje over de eerste snaar. De tweede snaar van boven. En dat is eigenlijk ook best wel verwarrend. Dan hoorde ik uit een andere video van Casper de Haas. Dat er ook gekleurde snaren zijn. Nou, dat heb ik eens opgezocht. En dan is het inderdaad zo van op de gele snaar, tweede vakje. Op de roze snaar, eerste vakje. Dus zo kan je ook nog werken met kleuren op je ukulele. Nou, kom ik terug op het ei van Columbus. Je moet af en toe een videootje kijken om te begrijpen van, oh, natuurlijk, zo blijft die staan.